en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag vandaag. Ik ga vandaag een beginnetje maken met de computerspullen overzetten naar het nieuwe bureau. Daar ga ik nu aan beginnen. Ik heb even voor de zekerheid, want de katten liepen eroverheen, heb ik eventjes een deken eroverheen gelegd, want de katten die liepen erop en ik was bang dat er misschien wel krasjes in zouden komen. Dus ik heb dat even gedaan. Ik ga nu even de computerspullen even overzetten en dan gaan we wel kijken. Ik denk dat ik het beste, wat zal ik het beste kunnen doen? Ik denk dat ik het beste gewoon de stekkertjes in de computer laat zitten en dan doe ik het vanaf de monitor en zo en vanaf de printer en zo doe ik alles eruit. Ik zal al die draden weer over moeten zetten en zo, dus we gaan wel even kijken wat het wordt. Ik ga het eerst de deken eraf halen, even de laptop even weer op de tafel zetten, want ik wil eigenlijk vandaag ermee gaan beginnen om de computer weer op de nieuwe bureau te laten. Nou, het is momenteel is het even een rotzootje. Het is even een puinhoop hier al in huis. Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk gaan beginnen. Dan is dat weg. En dan kan ik gewoon weer een beetje, als de oude computermeubel afgebroken is, is het weer een beetje overzichtelijker. Want het is nu één grote puinhoop hier al. Nou, ik ga eraan beginnen. En dan spreek ik jullie dadelijk en jullie zien in versnelde modus, hoe dat in zijn werk gaat. Nou, ik zou zeggen veel plezier en ik spreek jullie dadelijk weer als het klaar is. De groetjes, bye bye. Nou, alles is een beetje overgezet. Ik heb alleen één probleem. En dat is dat ik mijn kabel net gemold heb. Kijk, die is kapot. Dus ik hoop nog dat ik zo'n kabel heb. Maar dit is een beetje zoals ik het nu momenteel heb uitgestald. Printer, computer, luidspeakers. Hier heb ik ook nog een luidspeaker, maar dan moet ik even kijken hoe ik dat het beste, want dan gaat dat weer kapot. Dus ik denk dat ik die luidspeaker gewoon hier neerzet. En dan de andere luidspeaker daar. Ik baal verschrikkelijk dat die kabel nou weer kapot is. Maar ik denk dat het gewoon een beetje zo moet. Dat is misschien wel het beste. Nou, dan moet ik alles weer aansluiten en zo. En dat ga ik even zonder camera doen, want ik bouw enorm ervan dat mijn kabel stuk is. Dus ik ga nog even verder rotzooi hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, we zijn weer een dagje verder. Nou, de kabel is kapot. Dus ik ben vroeg opgestaan. En ik ga zo naar Mediamart in Rotterdam. En ga ik even kijken voor een nieuwe kabel. Ja. Ik moet dus vandaag twee keer in Rotterdam. Feyenoord moet ook nog voetballen. Ik neem de camera niet mee, want ik moet echt batterijen opladen. Dus ik heb geen tijd om de camera mee te nemen. Vervelend. Maar die dingen horen er ook bij. En ik ga dus even een nieuw kabeltje halen. En dan kan ik weer verder met de verbouwing van mijn computer. Van mijn computertafeltje.
Nou, dit is in ieder geval hoe het er momenteel bij ligt. Hier nog allemaal rotzooi. Dit ligt allemaal zo. Computer en de printer en zo en de computer. Dus, en dit is dan het oude computertafeltje. Die is alweer bijna leeg. Ik moet nog even nog een aantal dingetjes nog even opruimen. En dan is dat ook klaar. En dan kan deze, als deze helemaal leeg is, uit elkaar gehaald worden. En dan ga ik die afbreken. En dan ga ik later die tafel dus op deze plek neerzetten. En dan is dat ook gebeurd. Ja, aardig vervelend, want ik had dat eigenlijk niet gehoeven. Maar ja, een ongelukje zit in een klein hoekje. Dus wat dat betreft kan dat wel eens gebeuren dat er een kabeltje kapot gaat of een kabeltje breekt. Ik ga in ieder geval zo naar Rotterdam toe. 12 uur gaat de winkel open. Ik wil 11:30 wil ik gaan vertrekken, dus nog 3 kwartier. En dan ga ik richting Rotterdam. En dan spreek ik jullie dadelijk weer als ik de kabel gehaald heb. Tot zo. Zo, en ik ben weer thuis. Kabeltje gehaald. Was weer €30. Schoot lekker op. Ik ben nog even 5 minuten live geweest. En mijn moeder is net langs geweest. En we hebben alles in orde gemaakt. Nou, de tafel staat goed. Alles is weer aangesloten. Mijn monitor doet het weer. Nou, en dit is dus mijn nieuwe stulpje. Mijn nieuwe plekje. Waar ik dus binnenkort achter de computer ga zitten. En video's ga editen voor jullie natuurlijk. En ja, waar ik dus kan gaan editen en zo. Dus dat is dit plekje geworden. Ik zal jullie ook nog eventjes de oude kast laten zien. Die heb ik uit elkaar gesloopt. Nou ja, het was nog ineens nodig. Maar die heb ik dus uit elkaar gehaald. En die leg dus buiten. Die kan ik binnenkort even ophalen. En dan is dat ook weer schoot. Dat is dit. Dit is mijn oude. Dat is de fiets van Ramonski. Die is ook op visite. En dit is de tafel. En nog een oude onderding voor de bureau. Voor de bureaustoel. Maar dit is dus de oude computertafel. Die dus naar de vuilnisman kan. Dus dat is ook weer gelukt. Nou, ik ben in ieder geval nu klaar. Alles werkt. Ik heb een nieuwe lamp trouwens ook gekocht. Kijk, hier is Ramonski. Die is er ook gezellig. We gaan zo naar Feyenoord. Die vlog kunnen jullie dadelijk ook nog zien. Ja, dat is helemaal super. Dit is trouwens mijn nieuwe bureaulamp. Zo. Dat is mijn nieuwe bureaulamp. Ja, ik moet hier nog even wat rotzooi leggen. Nog wat kabels en zo. Die moet ik nog even opruimen. Maar dit is mijn nieuwe bureaulamp. Ja, en dit is dus de stoel, nieuwe bureaustoel en mijn nieuwe computertafeltje. Ja. Nou, jullie hebben in ieder geval al kunnen genieten van 2 dagen de laatste handelingen voor de renovatie. Of nou ja, een kleine verbouwing. Ik sluit ik gelijk af. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Hierna komt Feyenoord tegen Excelsior. Daar gaan we dadelijk naartoe. En die vlog die kunnen jullie ook nog zien. Ik weet niet wanneer die komt. Misschien komt die dezelfde dag nog. Misschien komt die pas morgen. Maar de volgende vlog is in ieder geval Feyenoord Excelsior. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan zeg ik Ramonski. En toedels en letters, de mazzel. Zo zeggen. En maak wat moois van. Ja, en moeia. Ja, en mooi inderdaad. Moeia. Dus vandaar. Nou, iedereen bedankt voor het kijken. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.